Een nationale rechtbank heeft volgens het Hof van Justitie de plicht, ik citeer, om EU-recht volledig toe te passen, indien noodzakelijk door te weigeren enige strijdige bepaling uit de nationale wetgeving van toepassing te achten. Het is ongelooflijk. Het is een staatsgreep via het recht wat die de EU heeft toegepast. Het is echt ongelooflijk om te realiseren hoe dat gerechtshof de macht heeft uitgebreid. In de zaak van Colson versus Noord-Rijn-Westfalen 1984 bepaalde het Hof ook nog eens dat de binnenlandse rechtbank alle nationale wetten dient te interpreteren in het licht van EU-richtlijnen. Zelfs als de nationale wet in kwestie niet op EU-richtlijnen is gebaseerd. Wil ik toch een paar dingen zeggen over wat nou eigenlijk supranationalisme is. Want staten hebben nooit bestaan in een vacuüm. Dat beweert ook helemaal niemand. Geen enkele tegenstander van CETA wil, zoals hier een paar keer gezegd is, de dijken ophogen en ons terugtrekken daarachter en niets meer te maken hebben met de rest van de wereld. Integendeel, staten hebben altijd afspraken gemaakt, allianties gesloten, convenanten opgesteld, handel gecoördineerd enzovoorts. En dat zullen ze ook altijd blijven doen. En dat is prachtig, dat is heel positief. Dat valt allemaal onder wat ik internationalisme noem. En dat is iets fundamenteel anders dan supranationalisme. Hoewel elke interactie en iedere overeenkomst tussen staten een vorm van internationalisme oplevert, is supranationalisme de oprichting van een organisatie of een rechtelijke instantie die door een vorm van meerderheidsbesluitvorming of rechtspraak tot a. wijziging van overeengekomen bepalingen kan komen. Dat zijn dus die comité's van CETA. Of B, tot uitvoering van deze bepalingen kan bevelen. Of C, tot herinterpretatie van deze bepalingen kan overgaan. Dat zijn die dispute settlement systemen. Hierdoor zijn lidstaten, als dat verdrag eenmaal is aangenomen, zoals nu met CETA voorligt, vanaf dat moment gebonden aan beleid dat niet formeel is goedgekeurd door hun wetgevende macht en dat dus heel goed tegen nationale voorkeuren of zelfs maar tegen zaken waarover men besluiten heeft genomen in kan gaan. Democratieën worden hiermee ondermijnd. Bevolkingen worden monddood gemaakt. Terwijl de lobbyisten van grote multinationals nauw bij de onderhandelingen waren betrokken, hadden de nationale parlementen geen idee van wat er in die Brusselse achterkamertjes bekokstoofd werd. Pas nadat via WikiLeaks en later via een Duits televisiekanaal delen van het verdrag werden gelekt, gaf de Europese Commissie een eerste concepttekst vrij. Enkele maanden nadat de definitieve tekst vervolgens bekend werd gemaakt, trad een groot deel van het verdrag alweer voorlopig in werking. Nog voordat de nationale parlementen er dus een goed debat over hadden gevoerd, werd het al ingevoerd. Laat staan dat ze al akkoord waren. Het is een bekend trucje van de Europese Unie, mevrouw de voorzitter, door verdragen al voorlopig in werking te laten treden, voordat ze door de nationale parlementen zijn goedgekeurd, wordt het ingrijpender om nog tegen te stemmen en neemt de druk op landen toe. Een smerige en welbeschouwd antidemocratische werkwijze, als je erover nadenkt, om slechte verdragen toch door te drukken. De eerste is dat beslissingen die op het supranationale niveau worden genomen, in naam van universele waarden worden genomen, of dat ze voortvloeien uit een strikt economische ratio, waardoor ze dus niet politiek zouden zijn of postpolitiek. De gedachte is dat er zoiets bestaat als zaken die in het belang zijn van iedereen. Win-win situaties, zonder verliezers. Positief voor alle betrokkenen. En degenen die dit beweren, voegen daar dan vaak aan toe dat zaken die wel een politieke keuze vergen, absoluut binnen de bevoegdheid van de lidstaten blijven. Een voorbeeld hiervan is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, al een paar keer genoemd vandaag, dat beweert uitsluitend universele, niet-politieke standpunten in te nemen. Standpunten waar elk beschaafd land of elk beschaafd mens het mee eens zou zijn. Maar nu talloze uitspraken van het Hof ingaan tegen de opvattingen van niet alleen minderheden, maar zelfs meerderheden in vele lidstaten, wordt direct al duidelijk dat het Hof deze universele pretenties niet waar kan maken.